hier is Kingo, terug bij The Factory. Welkom terug jongens, welkom terug. Nou, ik heb een paar kleine dingetjes gedaan sinds de laatste episode, waar ik eerst even over wil gaan, voordat we verder gaan. En ik ben van plan om een klein beetje rond mijn fabriek wat uit te gaan breiden, wat meer te gaan doen met de technische mossen en zo. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even wat uitleg geven over wat ik dus heb gedaan. Nou, iemand die had in de comments gezet, ik weet niet meer wie, maar die zei van, je moet onderaan die schoorsteen moet je furnace zetten. En dat vond ik een leuk idee, dus heb ik gedaan. Ik heb al een klein beetje iron was ik aan het koeken. Dus dat heb ik hier gedaan. Niks bijzonders voor de rest. Ik heb hier wat meer kisten gezet. Ik weet niet of ik dat al had laten zien. Maar ja. Yeah. Hier beneden niet echt iets heel veel nieuws. Behalve dit hier. Ik heb dit hier wat netter gemaakt. Dat je nu wat, zijn we een beetje wat smoother langs kan en zo. Dat je maar één blok hebt waar je makkelijk water uit kan halen. En dat leek me wel beter. En nu het grootste wat ik heb gedaan, jongens. Ik heb de farms weer een hele makeover gegeven. Here we go. En de reden waarom ik dit heb gedaan is, dit is een heel stuk beter voor mij om te gaan farmen. Want anders dan was het zeg maar een rij van drie, dan moest ik altijd zo doen en het was best annoying. Maar wat ik dus nu heb gedaan, is dat ik gewoon op dit soort platforms kan zitten. En dan kan ik gewoon zo doen, helemaal rondom, veel makkelijker. En hier zo ook, met hoe heet het, al die essence. Dan kan ik gewoon even zo zitten als ik wat meer van dit wil. Dus dan kan ik mooi zo doen, heel nice. En met deze kan natuurlijk ook. En we hebben redelijk al wat gekregen. Redelijk wat, laten we hier maar eens even kijken. Dus ja, ik heb nu alles ga ik ook op deze manier ordenen. Dus ik heb nu, dit is, heb ik allemaal van wat ik van dit heb. Ik ga niet overal super langs, maar lading wheat, seeds hebben we. En een hele lading munitie hebben we al, echt enorm veel stacks, iets van 14 of zo. Of bijna 14. Dus dat is nice. Laat ik eerst even s'nachts pitten. En ja, wat je dus nu kan zien is, ik was een beetje aan het experimenteren. Ik heb creative, dus geef me niet jongens, ik ben aan het cheaten, dat is in mijn creative world. Dus dat was, dat vind ik eigenlijk raar dat je creative world in je... En je chat hier dat dat overgaat, zeg maar, dat je dat overal kan zien. Maar anyway, wat ik dus wil gaan doen in deze episode is... Een van de allereerste dingen waar ik denk ik wel mee wil gaan werken. Gewoon puur omdat ik denk dat dat wel leuk is en dat past enorm goed bij een factory is... Dat ik van plan ben hier een Tinker's Construct furnace te gaan plaatsen. En dat wil ik hier buiten doen. Want daarvoor heb ik dus eigenlijk deze ruimte gedaan voor dat soort spelletjes. En dat wil ik dan dus hier dus gaan doen. Maar er is ook iets anders waar ik trouwens ook... eigenlijk vanaf wil. En dat is iets wat eigenlijk veel te duur is om te doen. Maar ik wil een fence rond mijn hele dingen hebben. Een fence. Uiteindelijk wil ik dus een mooie metal fence hebben. Dus ook echt van staal en weet ik het wat. Maar dat is nu nog te duur. Want we hebben echt bijna geen iron meer. Want ik was trouwens bezig met iron aan het omzetten in dust. Hier zit het dus al niet eens klaar. Want we hebben te weinig fuel. Dus we moeten even wat fuel erin douwen. There we go. Laat me even doen. Ja, je hoort trouwens ook allemaal van die geluiden van dingetjes. En... af en toe, daar komen ze een keer ergens vandaan en ik heb geen idee van waar. En ja, ik had laatst... Oh, ik moet een nieuwe zwaard maken. Ik had laatst trouwens ook een creeperprobleem. Want dan was ik even AFK gaan staan hierboven. Dus hier zo, je weet het, hierboven had ik dit zelfs afgesloten. En toen maakte ik dit open en toen zat er een creeper in mijn huis. En die blies dus hierop en zat hier een gat in. En een tweede die blies hierop. Dus dat was, ja... In ieder geval, creepers is echt vervelend. Dus dat is iets wat ik wil doen. Gewoon een hele dingen eromheen zetten. Een hele... barriers, zodat we in ieder geval geen last hebben van creepers. De rest daar kan ik makkelijk mee dealen. Dus dat de creepers in ieder geval weg zijn. En dan misschien met carpets. Ik weet niet of die truc nog werkt. Of dat die truc hier werkt. Ik denk het wel. Dat wij over de carpets kunnen springen en dan de andere dingen niet. Maar dat moeten we voor nu doen. Tot ik dus eenmaal de automatische deuren heb gemaakt. Die ik, wat ik wil gaan doen. Dat nog even weg is. Dus ja. Anyway. Nou jongens, dan wil ik dus nu eerst dus de Tinker's Construct dingen gaan maken. En ik weet dat je daar anders of normaal een hele lading spullen voor nodig moet hebben. Maar we hebben een voordeel, want... Nee, dat is van Galacticraft, oké. Okay. Ik wou hier even op kijken. Dat op deze village... Was het deze village? Of was het een andere village? Tenminste, er was een village met dingen. Is dit het? Dit zou het misschien kunnen zijn. Tenminste, ik weet zeker, bijna zeker dat er een village ergens was dat een dingen had. Een zo'n crafting... Ja, kijk, hier. Hier zit er een. Daar is hij. Daar is die. Dus ik... Maar ik zou zeggen dat er hier ook eentje was. Dat heb ik gewoon misgekeken. Even kijken, zie je hier iets zitten? Nope. Misschien dit ding dan. Nope. Oké, dan moeten we dus naar die kant volgens mij. Even kijken of ik goed sta. Die kant. Ja, die kant op. En daar zit hij. Oké. Ik heb er nog eten mee, dus laten we er maar omgaan. Ik heb nog dubbele pickaxe. Een extra zwaard hebben we nu nog even niet nodig. Dus ja. Want dat spul wil ik dus hebben om op een makkelijkere manier om aan dingen te komen. Aan, oh, wacht. Ik wou trouwens nog iets anders meenemen. Crap. Of heb ik? Nee, ik heb er niet genoeg van. Want ik wil zeg maar... een, hoe heet het, iets met lava gaan doen. En ik zit te denken om, trouwens, dat is ook mijn idee al voor later.
is wat ik uiteindelijk wil gaan doen als mijn ultimate energy setup is dit keer niet meer dat ik iets ga doen met van die een big reactor ga ik misschien wel maken, maar ik weet niet echt of dat als main power source gaat worden. Want ik ben vooral van plan om als power source met lava te gaan werken en die kan je dus makkelijk farmen met deze dingen. En daarvoor hebben we dus eerst van die seeds nodig. En om van die seeds te krijgen heb je, even kijken of ik ze allemaal heb, hebben we dus 4 lava buckets als eerst nodig. Dus ik weet niet of daar toevallig lava zat. Hangt ook heel de tijd op de verkeerde knop voor de map. What the hell? Huh? Oh, omdat ik hier binnen zit. God dang it. Dat is wel raar. Ik heb dus lava nodig. En ik weet niet of hier eigenlijk lava zit. Ik weet niet of er lava in dat ding al zit. Maar ik heb lava nodig. En anders dan gaan we hier naartoe. Ja, er zit gewoon lava super dichtbij. Wauw. Wacht even. Serieus? Zit er zo dichtbij lava? Dat was een reden waarom ik het de hele tijd uitstelde. Dus omdat ik dacht van, oh, ik kan veel te moeilijk lava krijgen. Het is fucking makkelijk als er hier lava zit. Dan is het zo makkelijk om even de, hier naartoe te gaan. Lava te pakken en terug gaan. Oh mijn god. Nou, dat had ik wel wat eerder mogen weten. Dat we dit gewoon kunnen doen. Nou, dan is dat geen probleem in ieder geval. Dan weten we dat we daar gewoon lava kunnen halen. Dus dan zet ik deze dingen nu al weg. Want uiteindelijk ga ik seeds maken. Dus er komt een deel in deze sessie waarbij we weer even met Mnisio gaan werken. Sorry jongens, voor degene die er niet zoveel zin in hebben dat ik te veel met Mnisio doe. Maar, of met de Magical Crops, maar... het is wel belangrijk dat ik het een beetje onderhoud. Dat ik het steeds groter laat worden, steeds beter laat worden. Want ik wil wel uiteindelijk wel naar de diamond stuff toe om diamonds te kunnen farmen. Dus, ja. Ik denk dat ik nu even skippen tot ik bij de village ben. Zodat ik daar de dingen kan halen. De blokken voor die furnace. En dan ben ik daarna weer terug. Oké, we zijn er. En ik vraag me trouwens ook iets af, jongens. Kunnen we met deze enorme mushroom biomes, kunnen we daar ook iets mee doen? Want er zit hier een enorme mushroom biome bij. En ik vraag me echt af of dat iets speciaals is. Of iets speciaals wat we daarmee kunnen doen. Waardoor we minder problemen hebben met... Oeh, trouwens, had ik die al geloot? Volgens mij wel. Ja, die had ik al geloot. Dat was waar ik toen de grond in ging. Dus ja. Anyway, hier staat dus de furnace. Laten we maar eens kijken. Oh, hallo furnace. Dit gaat werken, want we hebben wat spare blokken. We hebben wat van jou. En wow, hallo lag. En dan... Denk ik dat het werkt. Volgens mij mist dit altijd onderdelen, hè? Het mist onderdelen. Dus ik denk dat ik sowieso nog wel wat meer nodig moet hebben. Maar, anyway, we gaan dus allemaal van deze dingen pakken. Ja, we hebben dus nog een paar onderdelen nodig, maar daarvoor kan ik... Maar kijk, er zitten ook veel te veel extra blokken in, dus dat is in ieder geval super nice. Maar, ja, ik wil even kijken hoe het ook weer zat met deze dingen. Dit zijn seared, dus ik wil even kijken. Voor seared dingen, en dan krijg je dus van alles van dit spul mee. Seared bricks, en we kijken wat je daarmee kunt doen. Dus ja, we hebben echt van deze dingen nodig... Om de smelt controller te maken en van dat soort dingen. Dus en glas en dit ding. En daarvoor hebben we dus reinforced glas nodig. Oh, kut. Oké. En dat maak je met glassy sand. What? Huh? Wow, dat is apart. Dit is apart. En dat maak je gewoon aan. Wow. Dat is eigenlijk redelijk makkelijk om aan thick glass te komen dan. Dat is alleen... Glas, gewoon normaal glas met zand. Dus dat is eigenlijk zand en zand samen. Dus alleen met puur zand kan je al dat tikkend glas krijgen. En dat tikkend glas is goed genoeg voor... wat was het al goed genoeg? Oh, je hebt ceramic dye nodig. Oké, weet je wat? Laat hem even zetten. Ik brik alleen jullie furnace. Sorry. Maar wat ik dus nou wou zeggen. We hebben dus wat van dat brick nodig, van dit spul. En daarvoor hebben we dus grout nodig. En dat moeten we maken... Met klei, zand en gravel. Klei hebben we, zand hebben we, gravel. Ja, kijk, er zijn een paar items die ik nog wil kunnen maken met dus de Magical Crop stuff. En een van de dingen is dus gravel en, hoe heet het, cobblestone. Dat we die gewoon oneindig kunnen maken. Uiteindelijk hebben we er niks meer aan als we een ding in hebben. Een, hoe heet het? Een quarry. Dat was het. Dan hebben we die niet meer nodig. Maar dan wil ik dus wel zorgen dat ik in ieder geval die spullen daarvoor heb. En voor gravel en cobblestone... Dan hebben we Fire Essence nodig. Fire Essence, dat wil ik dus nu maken met dat lava wat ik net was wezen halen. En ook voor dit ding hebben we ook lava nodig. En het is super belangrijk dat spul, blijkbaar. Want ik heb even goed nagedacht en blijkbaar is het echt super, super goed voor ons, voor wat we willen. Want met dat Lava Essence kan je met, volgens mij was het een bucket. En buckets, dat is genoeg, dat kunnen we laten cyclen, zeg maar. Dat kunnen we als katalysator gebruiken voor degene die weet wat dat betekent. En dat is zeg maar in het proces... Waarbij dus iets verbruikt wordt. Waarbij iets dus blijft en niet wordt en niet verdwijnt. Dat heet een katalysator. Dus dat is iets wat ik wil gaan
we gaan doen. Om oneindig lava buckets te krijgen op die manier. Dus we farmen lava dan. Dus, want ik weet wat ik vroeger deed in een oude serie. Dan ging ik het in de nether zetten. En dan was ik de nether aan het leeg trainen. Maar geloof het of niet, jongens. De nether is... Ik ga het ondertussen alweer terug terwijl ik dit zeg. De nether is een enorme... oh nee, wacht. Ik moest nog iets halen hier. Dat is waar. Ik moest hier nog wat meer gravel halen voor dat grout. Dus dat ga ik nu even doen. En dan vertel ik het zo meteen wel zodra ik het heb en ik onderweg terug naar huis ben. Nou oké, jongens. Ik heb dus nu al gravel. En wat ik te vertellen was, is in de nether... Daar heb je enorm veel lava. Maar dat lava is niet oneindig. Want ik kan me goed herinneren dat ik toen vele episodes nadat ik zeg maar die lava drain had aangezet... Dat je toch kon zien dat lava heel langzaam massaal wegging. En dat betekende dus dat... Dat uiteindelijk dat er te weinig lava is. Uiteindelijk wel. En dat is dus iets wat ik nu niet wil hebben. Want waarschijnlijk, omdat we dus een hele fabriek gaan maken, hebben we zoveel energie nodig. Dat we nog veel meer lava moeten gaan gebruiken. Zoals we toen hadden gebruikt in die serie. Echt belachelijk veel meer. En om dat op te lossen. Oh wow, ik wil trouwens even in deze biome lopen. Want dan hebben we minder last van dat spul. Van monsters. Nou, dat is één voordeel aan de ding. Dat er geen monsters spannen hier. Maar ja, waar ik dus mee bezig was, is... Ja, dat het dus niet oneindig is. En als we het gaan farmen, dan is het wel oneindig. Want dan farmen we gewoon de fire essence. De buckets die worden niet verbruikt. Dus die hebben we in principe ook oneindig van. En dan maken we... Waarom word ik de hele tijd... Waarom zit er altijd zo'n skeleton? Zo'n dry skeleton achter me aan. Ga weg. Oké, ik duik meteen weer eventjes in mijn bed dan. Maar ja, dat betekent dus dat we op die manier oneindig lava hebben. En met de magma crucibles, wat we hebben van... Voor mij was thermal expansion... Kunnen we dus oneindig energie maken op die manier. Dus ja, dan moeten we wel... Ik denk wel dat we veel spullen van moeten gaan maken. We hebben veel van die dynamo's nodig. Van die magma dingen. Maar dat is op zich niet echt het probleem. Want uiteindelijk, als we dus de aquarium hebben opgezet. En we hebben deze farms verder uitgebreid. Dan, tenminste, dat is waar we naartoe gaan. Dat het alles wordt geautomatiseerd. En dat we superveel van alles hebben. Dus dat is waar ik uiteindelijk naartoe wil gaan. Dus dat betekent, kortom, oneindig energie. Op die manier. Dat is dus wat mijn plan is om aan oneindig energie te komen. Oké, nou, ik ben weer terug thuis. Laat ik dan nu maar even slapen. There we go. God, really? Really? Zijn monsters nearby? Really? We're gonna do this. Ik ga even dit afsluiten, want ik heb geen zin dat er monsters komen. En dan komen ze via de backdoor. Opletten. Ja. Yep. Ik wist het. Nee. Ik moet het even doen voor nu. Laat ik eventjes, dan gewoon even mijn werk alvast kan doen hier. Dus dat is al goed. Oké, we hebben dus het lava hebben gehaald. Dus ik wil eerst trouwens wat grout maken. Dan kan ik dat alvast in de dingen zetten. Om te laten, te laten doen. Dus ik weet niet hoe we precies hoeveel nodig gaan hebben. Ik denk dat ik voor 8 ga. 8 van jou, half stack van jou, half stack van jou. Even opvullen. There we go. Van wel zoiets. There we go. Dus we hebben nu een stack grout. En dan wil ik dit in de ding gaan zetten. Maar daarvoor heb ik even wat essence nodig. En, oh nee, dat is wat ding. Oh nee, wacht. Laat maar. Ik wil zeggen, we hebben niet nog kool meer hier. Dus dan moeten we nog wat meer doen. Maar nee, we hebben genoeg. Wat? Nou, ik wou nou zeggen, moet dat? Oké, anyway, we moeten hier naar boven. Nou, dat was wat ik wou doen. Oké, dat is even naar waar. Dit is, ja, ik probeer het even zo goed mogelijk in te delen. Zo, ik weet dat ik nu 1 extra kool gebruik als normaal, maar het is goed genoeg. Goed genoeg. Zo, en ik zet voor nu nog even deze dingen hier zo. En ik wacht tot het straks dag is. Met het opvullen van alles. Kan ik nog steeds niet herpitten? Nee, zeker vanwege die ene skeleton. Wacht, misschien als ik alleen die skeleton weghaal. Wacht. Ik ga eerst een keer dingen maken dan. Een zwaard. Dat lijkt me ook handig. Dus nu is in ieder geval dat grout bezig voor zometeen wat meer van die onderdeel te maken voor de furnace. Dus dat is nice. Zwaard. Oké, skeleton. Dit is leuk geweest. Ga maar weg. Laat me slapen. Okidoki. Nou. Waarom hoor ik nog heel dichtbij een andere skeleton? Really? Zit hij onder de grond? Of zit hij hier echt zo... God dang it. Kom op, jongens. Ja. Yeah. Dus ja, jongens. Barriers. Fences. Alles. Zodat de PC niet... Corbin baby zombie. Serieus, hij gaat ons niet laten slapen. Nee, hij gaat ons niet laten slapen. Hij gaat ons niet laten slapen. Oh, het is een... Nee! Het is een zombie chicken. Hallo chicken, jij mag hier wel blijven. Nu maybe? Nee! Oh mijn god jongens, come on! Shut up zombies! Was dit het? Nee, creeper!
Nu dan. Kan ik nu slapen? Als het nog steeds niet gaat, dan zet ik het gewoon even op peaceful. Omdat het echt ridiculous lang duurt. Oh nee. Oké, there we go. Nou. Dat was de moeite. Dat was de moeite. There we go. Nu kan uiteindelijk ik al die monsters weggaan. Uiteindelijk dit een beetje opruimen. Nee, ja, ik kan hier niet binnen. Ja jongens, begrijpen jullie nu waarom ik graag deuren hierop wil hebben? Dus ja, ik kan echt niet wachten tot de deur op zijn. Dus fences gaan we zo doen. En dan de andere dingen. Dus ja, laten we daar trouwens maar gewoon mee beginnen. Oh nee, wacht. Ik ga iets met iets anders beginnen. En dat is met seeds. We gaan dus de fire seeds maken en dan hierin zetten. Dus dat wil ik nu aan het doen. Hebben we daar iets speciaals voor nodig? Nope, niets van dit. We hebben iets van jou nodig. We hebben wel seeds nodig. We hebben een hele lading van jou nodig volgens mij. Dus laten we even een lading pakken. Voor mij hebben we 4 stacks genoeg mee voorlopig. Oh wacht, en dan heb ik trouwens de stones nodig. En hallo. Ik weet niet welke van die 2, van mij allebei. Oké, die is al dood. Nice. Dus oké. Dus met de fire seeds hebben we oneindig vuur. En daar kun je dus ook andere dingen mee maken waar ik zo meteen over wil gaan. Waar heb ik ze nog gezet? There we go. Dus we hebben vuur nodig. We hebben dit ding moeten we een paar keer upgraden voor zover ik weet. Dus laten we even kijken. Weak infusion stone als eerst. Dus allemaal. Wacht, moet je dan... Oh, wacht. Tuurlijk, het was dit. Zoals dit. There we go. We hebben jou nodig. En voor mij was dit spul wel goed genoeg. Dus we hebben dan een magnesium seed nodig. Dang it, ik heb te veel gemaakt. Of ik heb te weinig dingen gepakt. Dus ja, uiteindelijk wordt het ook geautomatiseerd natuurlijk. Dus dan hoef ik niet altijd hier naartoe te rennen. Dus dat is nu ook allemaal nog vervelend. Oh man, het gaat zo leuk zijn als het uiteindelijk dus steeds meer geautomatiseerd wordt. Het wordt steeds makkelijker om alles te doen. En in het begin is het altijd dan nog wat moeizamer. Nog, moet het dan maar rond. Voor een van de seeds. Ik kan er maar... Nee, wacht, ik ga er... Ik weet niet hoeveel ik ga doen. Ik moet hem dan een paar keer heen en weer rennen. Ik denk dat ik er dan 4 ga maken. Is 4 goed? 1, 2, 3 nog. Ja, we doen 4, maar dan moeten we wel een paar keer heen en weer. Dat skip ik dan wel weer, omdat dat te veel werk is. Dus oké, we kunnen de eerste maken in ieder geval al. Dus laat ik dat maar gaan doen. Dus we hebben in totaal 16 van deze nodig. Zo, en dan de 4 lava buckets. En dan krijg je als het goed is gewoon de 4 buckets terug. Dus there we go. Eerste, de 4 buckets, yep. Dus die verbruik je dan niet. En we hebben onze eerste fire seed. Oké, dus laten we ook eventjes laten zien wat je dus aan krijgt. Fire Seeds, daar krijg je dus Fire Essence van. Fire Essence met een bucket maak je dus een lava bucket. Super nice, super goed om dat te doen zo op die manier. En je kan dus ook cobblestone maken op deze manier. En je kan gravel maken op die manier. En je kan zelfs zand maken op die manier, ook al hebben we daar niet veel aan. Maar het gaat vooral vanwege de gravel en de lava, voor nu. Vooral lava is het belangrijkste natuurlijk. Dus oké, laat ik dit ding maar zetten. There we go, dus dit is nu ons lava dingetje, ons Fire Seed dingetje. En oké, jongens, dan ben ik dus nog 3 van die seeds maken. En daarvoor moet ik dus een paar keer heen en weer rennen naar het lava poeltje daar. En als ik dat heb gedaan, ben ik weer terug. En dan laat ik het even snel zien. En dan gaan we verder met de Tinkerer's Furnace. Oké, dat waren de laatste buckets. Dus nice. Ik heb al 2 geplant. Ik heb hier nog eentje in mijn inventory zitten, een seed. En iets wat me trouwens ook opviel toen ik hier langs liep. Zijn die rode dingen hier boven deze cactussen. En die heb ik niet eerder gezien. Of ik heb er nooit op gelet. En dat is... Wat de hel? Even kijken. Usable as food or seed. Oh. Kan je dus aparte dingen van planten? Oh nee. Dat zijn gewoon seeds voor deze cactus. Oké, cool. Dus op die manier krijgen we meer. Dat wist ik niet. Dat is nice. Oké, dat is leuk om te hebben. Oké, anyway. We gaan dus nu de laatste seed hier maken. Dus laten we hem even doen. Dus de lava buckets in de hoek. Dan de Axio. En als het niet wordt uitgesproken als Axio. Jammer dan. Maar zo noem ik het. En there we go. We hebben de laatste... De laatste 2 fire seeds en laten we dan weer planten. En met 4 fire seeds dan moet het wel lekker goed kunnen spreiden. Dus there we go, dit zijn ze. En ik heb geen zin om te wachten tot ze groeien. Doen we op een ander moment wel. Dus oké. Ja, ik denk dat ik toch nog voordat ik dingen ga doen. De, hoe heet het? De furnace smeltery was trouwens. De Tinkerer smeltery. Gaan we de fences doen. En daarvoor heb ik dus hout nodig. En hout maakt je met wat essence. En ik ben even vergeten welke verhouding ook weer. Het was nature en water als ik het goed heb. Dus, nature en water. Het was niet earth. Heel misschien is het earth, maar ik weet niet. Ik denk het niet. Dus, oh, hier staat trouwens ook een ding. Volgens mij was het 3 van jou en 1 water verhouten. Ja, oké. There we go. Dus, there we go. 6. Laten we het er 4 maken. Een halve stack hout. Is dat genoeg voor een complete fence? Nee, ik betwijfel het, maar we kunnen het proberen. Dus, laten we eens kijken. Dus, zo. Ik ben even vergeten, is dit de nieuwe of de oude recipe? Laat ik het checken. De oude. Oké, nice. Kunnen we dit allemaal veranderen naar sticks. En dan kunnen we allemaal fantasy mee maken. En ik hoop op
2 stacks fences, maar ik twijfel het of we daar aan gaan komen. Ik denk 1,5 of zo. Of, een beetje raar. Raar aantal. There we go. Nee. Een beetje raar aantal fences. En dat is sowieso niet 0, denk ik, maar. Oké. Hoe gaan we het doen? Ik denk vanaf. Ik wil een redelijke ruimte hebben, dus. Vanaf hier. Ik denk dat dit een goede ding is. Zo. En dan helemaal hier omheen. Ik doe het gewoon voor nu recht. Zoiets. Ja, we hebben no way dat we genoeg hebben. No way. Oké. X. Kom hier. Dus we hebben nog wat meer van dat spul nodig. Dus, maar dat zal dan wel. Ik weet niet. Hadden we nog hout ergens liggen? Ik denk het niet, hè. Denk het niet. Zo. Oké, ik wil een klein beetje verder nog vanaf hier. Dit breek ik even kapot. Maak even kapot, omdat het anders niet echt goed uitziet. Zo. Ik was helemaal dat ver genoeg weg is van mijn bed. Dus dat is ook iets waar ik belangrijk vind. Oh, 20 nog te gaan. Dit weg weer doen. Zo. Ja, niet genoeg. Oké, prep. We hebben niet zo gek veel meer nodig. Dus dat is in ieder geval nice. En ja, we moeten dat trouwens nog wat beter doen. Ik weet niet waarom ik dit zo deed. Ja, dus hebben we nog wat meer nodig van dingen. Dus dan laat ik gewoon nog even wat groeien. Ik harvest het nu even. De dingen wat ik nodig heb. De nature essences dus. En waar ik het hardst nodig heb. There we go. Klein beetje water trouwens. Ik harvest gewoon meteen alles. Dat is wel even mooi. En sorry voor dit getik. Dat is nog steeds iets wat ik wou nog even door moeten. Totdat we het hebben geautomatiseerd heel dit. En dan hoeven we dat niet meer te doen. Dat is nice. Fuck it. Ik maak gewoon weer, pak gewoon weer alles. En dan maak ik het gewoon de rest van het hout ervan. Why not? Als we dan te weinig van dit spel hebben. Helaas. There we go. Ja, kijk. We hadden nog meer dan genoeg. Dus ja, ik weet niet wat ik moeilijk deed. Dus there we go. En dan maken we gewoon de fences af. Oké, jongens. En dan kunnen we eindelijk door. Naar de, hoe heet het? Naar de. Oh, wat de hel waren dat? Crops. Oh, voor agriculture. Oké. Okay. We kunnen eindelijk door naar de dingen. Naar de. Furnace dingen. Ik noem het furnace smeltery. Dus ja, yep, ik gooi het altijd nog naar elkaar. Het zal wel. Oké, dus zo. Dus dit is heel erg primitief nu. Maar de reden waarom ik dit dus doe is omdat ik gewoon geen last wil hebben van al die zombies en creepers, vooral creepers. Dus daarom dat ik, dat is ook de belangrijkste reden dat ik dit nu doe. En ik zorg ervoor dat het hier binnen netjes licht is, zodat er niks hier binnen kan spannen. Behalve spiders, tenminste die kunnen er komen. Maar alsnog is het niet echt zo heel erg... heel erg makkelijk voor ze. There we go. Oké. Het wordt bijna nog een keer. Dus we zijn netjes op tijd klaar. Heel dit spul. Ik wil wat meer torches hebben. There we go. We hebben nog 40 hekken over. Mocht ik die wil uitbreiden. Wat er wel in zit te komen. Ik weet nog niet wanneer. Maar zit er wel in te komen. Zo. Zo. Daar. Dit natuurlijk ook. Dat moet ook goed vliegen. Ik heb nog wel meer kool nodig. Wat meer torches. Dus there we go. Nu dacht ik heb meer hout. Juist nodig. En hij houdt zit gewoon in mijn inventory. Ik weet niet wat ik moet doen. Dus oké, maar dat ben ik. Dus zo. We hebben weer een stack erbij. Oké, nu kunnen we even alles netjes verlichten. En dan kunnen... laat de beesten maar komen dan. Laat dan de beesten maar er komen. Want ik heb er dan geen probleem ervan. Ze kunnen allemaal lekker komen. Want ik zit hier lekker veilig in mijn mooi verlichte... sticky. Mooie... mooi verlichte... hoe heet het? Factory. Wat dus geen probleem meer zal hebben van allerlei... rondlopende beesten. Dat is oké. Okay. En nu heb ik dus nog wat dingen nodig. Heb ik dan nog toevallig? Want wool of string? Ik heb 1 string, geen wool. Dus ja, ik denk dat ik het dan op de primitieve manier dit ook ga doen. En dat is dit. Om over de hekken te komen. Dus ik weet niet of jullie het... Wat? Waarom spande jij daar? Wat? Oh, misschien op mijn dingen. Dan vallen ze eraf. Dat zou kunnen. Oh, nee, ik heb er nog niet een fix. Dat was het. Spiders kunnen hier dus nog komen. Yep, I know. God dang, ik moet echt toch even goed alles sexy zijn. There we go. Weg, jullie. Weg. Weg. Ik moet het nog wel beter maken. Oké, sure. Oké, ik moet eten. Dus weet je wel, ik denk dat dit wel genoeg is. Als ik die andere kant ook heb gefixt. Denk het wel. En zo kunnen we dus over voor nu. Voor nu moeten we het op deze manier doen. Het is goed genoeg. Oké, nou jongens, dan gaan we eens even pitten. En dan gaan we dus eindelijk een keer beginnen met die smeltery. En dan ja, ga ik alvast heel wat spullen erin zetten om te laten smelten. Dus ja. Oké, hier zijn trouwens de furnaces waar alle seared bricks in zitten. Dus laten we het maar uithalen. There we go.
En ja, we hadden nog dat reinforced glas nodig. Dus laten we kijken hoe we dat ook weer konden maken. Dus U, dan maken we dit en dit allemaal mee. Dan hebben we dus dit glas nodig. Wat voor glas heb je al nodig? Oh, gewoon steen. Gewoon glas is genoeg. Voor mij is gewoon glas genoeg. Dus, en dat hebben we als het goed is nog. Ja. Dus kloppen dat het gewoon genoeg is? Laat ik even kijken. Zet Sirbrooks omheen. Ja, dat is gewoon goed. Oké, start dingen. En oh. Oké, hallo. Even wat dumpen, want ik kreeg nog wel een leuk itempje. Daar. Ik heb heel veel spul waar ik dus heel veel aan heb, dus ik dump het even voor nu. Oké, we hebben een Mighty Smelter. Oké.